Virtuele conferenties, zoeken in video's en toegankelijke video's. Dit zijn de videotrends voor 2020. Meer dan 80% van alle video's wordt bekeken op mobiele apparaten, volgens een onderzoek van eMarketer. Kleine, verticale schermpjes dus. Ik denk dat we in 2020 nog meer dedicated verticale videocontent zien. En dat zijn video's die speciaal gemaakt zijn voor deze schermpjes. E-learning, micro-learning, trainingen via Instagram Stories, via dagelijkse mailberichtjes of via een privé LinkedIn groep. Het kan allemaal. Video en e-learning of micro-learning is booming. Van tutorials om een eitje te bakken tot interne scholingen voor personeel. Volgende trend, het zoeken in een video. Stel, je kijkt deze video en je hebt een specifieke praktische vraag. Typ je zoekterm in en vind precies dat moment in de video waar jij naar zoekt. Deze technologie gaan we meer zien doordat spraakherkenning techniek telkens beter ontwikkelt. Wat je ook meer kunt verwachten, 1-op-1 video. Video's die specifiek voor één persoon gemaakt worden. Simpele, authentieke video's, van dokter naar patiënt bijvoorbeeld of van verkoper naar klant. Tools als HubSpot spelen hier al op in. En tot slot het toegankelijk maken van video. Dit is niet zozeer een trend, maar wel iets waar veel bedrijven zich hopelijk mee bezig zullen houden in 2020. Denk hierbij aan ondertiteling, vertaling. Iets wat, denk ik, scherpere wet en regelgeving zal krijgen in de toekomst. En dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch. Want jouw videoboodschap moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het wil zien of horen. Nou, dit waren de videotrends in deze video, maar dit zijn niet alle videotrends voor 2020. Je vindt er meer in het bijbehorende artikel op Frankwatching.